Het is donderdag 24 oktober. Dit is Drenthe Nu met vanavond. Drenthe voorlopig nog niet af van dieselstreekbussen in het verkeer. FC Emmen stapt dichterbij vrouwenvoetbal. Meiden debuteren op de Oude Meerdijk. En twee maanden na verwoestende zomerstorm blijft het oppassen in de bossen. Nou, het was vandaag een heerlijke herfstdag. Zonnig, zo'n 15 graden. Heerlijk weer om erop uit te trekken. En dat deed Jan Kuipers. Hij maakte deze foto in het Asserbos. En Robert, die vertelt straks of het zulk lekker weer blijft. Goedenavond. Q-Bus heeft wat uit te leggen en op te lossen. Want nu er geen 45 elektrische bussen van busbouwer E-Busco komen, moeten de streekbussen op diesel in Groningen en Drenthe langer door. Q-Bus heeft een conflict met de Brabantse busbouwer en hoeft van de rechter de bussen niet meer te kopen. Maar die nieuwe elektrische bussen moesten juist de diesels vervangen, want de uitstoot moet omlaag. Het zijn 45 elektrische bussen van de Brabantse busbouwer E-Busco die Q-Bus nu niet af hoeft te nemen. En die bussen die waren voor Drenthe en Groningen bedoeld. Die waren voor Groningen en Drenthe, zouden inderdaad de bussen hier deze kant op komen. Ja, en die komen nu, zoals het er nu naar uitziet, komen die niet. En die elektrische bussen die waren bedoeld om de dieselbussen op de streeklijnen te vervangen. Ja, we hebben afspraken over inderdaad de uitstoot. Er zijn ook landelijke afspraken over wanneer we zorgen dat er CO2-uitstoot inderdaad naar nul gaat voor het busvervoer. En daar zijn dit onderdelen van de afspraken van om die kant op te gaan in Groningen en Drenthe. Want diesel is CO2-uitstoot? Ja, en inderdaad elektrische bus niet. Q-Bus mag de order van 45 elektrische bussen bij E-Busco annuleren. Dit besloot de rechtbank in een zaak die door de busbouwer was aangespannen. De meeste bussen zijn al gemaakt en klaar om afgeleverd te worden, maar Q-Bus wil ze niet meer omdat E-Busco te laat is met de levering. De busbouwer wilde via de rechter afdwingen dat Q-Bus de bussen toch betaalt. Maar dat hoeft dus niet. Nou mag Q-Bus natuurlijk tegen de busbouwer zeggen, wij willen die bussen niet. Maar dan hebben ze toch een probleem met jullie? Ja, daarover gaan dan collega's van ons, van het OV-bureau, gaan in gesprek met Q-Bus om te kijken hoe we dat met elkaar oplossen. Q-Bus wil niet voor de camera reageren en zegt, we hebben op dit moment geen alternatief. We blijven, totdat we een alternatief hebben, doorrijden met deze oude dieselbussen. Maar ja, of het OV-bureau Groningen-Drenthe daar blij mee is? Nou, dat is een punt waar we over in gesprek gaan met Q-Bus. En dat is natuurlijk in eerste instantie een vriendelijk gesprek. Maar het OV-bureau zal Q-Bus uiteindelijk aan die afspraken houden. De liefde tussen busbouwer E-Busco en Q-Bus is wel over. Q-Bus moet er nu voor zorgen dat de liefde met het OV-bureau Groningen-Drenthe stand houdt. De gemeente Emmen gaat het archeologisch vooronderzoek van drie bedrijventerreinen zelf doen. Normaal moet een bedrijf dat wil bouwen dit doen, maar eerder dit jaar ging dat mis bij een bedrijventerrein bij Oranjedorp. De bodem werd daar niet onderzocht voordat er een distributiecentrum werd gebouwd. En daardoor gingen archeologische bodemschatten verloren. Volgens wethouder Guido Rink heeft de gemeente hiervan geleerd. Daarom wordt de komende 6 weken onderzoek gedaan op de toekomstige bedrijventerreinen A37, Pollux 2 en Pollux West. Aardappelzetmeelconcern AVB gaat op zoek naar boeren in Duitsland die zetmeelaardappels willen leveren. Dat is nodig, omdat de aanvoer van aardappels uit Nederland is afgenomen. Volgens het bedrijf is de belangrijkste oorzaak wet en regelgeving waar boeren tegenaan lopen. Daarnaast heeft ook klimaatverandering invloed en worden er meer andere gewassen verbouwd. En dan een primeur voor FC Emmen gisteravond. Want niet de mannen, maar de meiden van de club speelden in het stadion. Sinds het begin van dit schooljaar hebben het Carmel College en de betaald voetbalclub de handen ineengeslagen om het vrouwenvoetbal in Drenthe naar een hoger plan te tillen. Opa's en oma's, ouders en vriendinnen, ze waren er gisteravond allemaal voor de debuutwedstrijd van de meiden van FC Emmen. Ja, zal maar hierin kijken. Voor het eerst in het grote stadion spelen en ook voor het eerst in het rood-wit. Het was allemaal super spannend. We hebben een bus georganiseerd en een spelersbus. En dat vonden ze al heel spannend. Wie stond er in de basis? Zit het haar wel goed? En er komen heel veel mensen kijken op de tribunes. Super mooi. Dus ik ben heel trots. Wie zijn wij? Tegenstanders zijn de meiden van talentteam Groningen van onder de 15 jaar. En dit is een historisch moment. Jill Polukarov maakt het eerste vrouwendoelpunt ooit voor FC Emmen.
Ik dribbelde gewoon langs de keeper en ik schoot. Ik dacht dat hij misging, maar ja, ging binnenkant paal. Wat dacht je? Ja, was heel blij. De club levert het technisch kader en de faciliteiten en het Carmel College de speelsters. Ze trainen nu 2 ochtenden in de week. Maar voorlopig blijven ze allemaal wel bij hun eigen clubcompetitie spelen. We willen op termijn meedoen in de competitie. Dat zal de eerste jaren nog niet zo zijn. Er wordt getraind, er worden oefenwedstrijden gespeeld. Zo nu dan een toernooitje gedaan. Maar dat is het voorstadium van uiteindelijk spelen in de competitie. De meiden van FC Emmen verloren uiteindelijk hun eerste wedstrijd wel. Het werd 2-5. Ja, het is vandaag precies 2 maanden geleden dat Drenthe te maken kreeg met dit fenomeen. Kijk. Een hoos. Ja. Is humor. Ja, pittige valwinden. Op sommige plekken was de schade groot. In Meppel waaien de daken van huizen. En in boswachterij Gietenborger en op het Dwingelderveld gingen bomen om. Nu, 2 maanden later, zijn de wandel- en fietspaden op het Dwingelderveld weer vrij. We hebben nu echt alles vrijgezaagd. Gezorgd dat alles weer veilig is. Ja, zoals hier ook, we moeten nog echt wel wat dingen gaan opruimen. Nou, dat zal flink nog wel wat maanden duren. Voordat we al dat hout wat nu nog in het bos ligt, dat we wel weg willen halen, ook allemaal weer weggehaald is. Alle omgewaaide bomen en afgebroken takken zijn van de fiets- en wandelpaden gehaald op het Dwingelderveld. Een flinke klus die weken in beslag nam. Aan het vrijmaken van de ruiter- en ATB-routes wordt nog gewerkt. En ook al is het opgeruimd, het blijft opletten. Het bos is geen pretpark, het is natuur. En ja, je hebt altijd natuurlijk kans op vallende takken. En de komende tijd is het echt wel een aanrader. Zeker als het wat harder gaat waaien in de herfst. Om ook even om je heen te kijken van hoe ziet het bos eruit. Maar genieten van alle herfstpracht kan dus weer. Het is gewoon een prachtig gebied. Ja, ook wel juist bijzonder om te zien wat de kracht van de natuur kan zijn. En dat ook zelf te kunnen ervaren. Nou, de komende maanden blijft het dus opletten als je door het bos wandelt of fietst. En waar op de ene plek in het bos niks meer is te zien van de ravage, blijft de storm op andere plekken in het bos de komende tientallen jaren juist zichtbaar. Ik denk dat als je uiteindelijk gaat berekenen dat zo'n 20-50% van de omgevallen bomen blijft liggen. Een stormbos. Zo worden dit soort plekken in het bos ook wel genoemd. Het gaat om plekken waar de omgevallen bomen gewoon blijven liggen. En zo'n storm is voor het bos juist wel goed. Eigenlijk wil je een bos wat zo gevarieerd mogelijk is. Met jongere bomen, oudere bomen en iets ertussenin. En ja, in dit geval heeft de storm ervoor gekozen welke bomen zijn gevallen en welke overeind zijn blijven staan. En ja, bijvoorbeeld deze beuk die hier ligt. Ja, de komende 20 jaar wordt dat een bron van allerlei leven. En is dat heel goed voor de biodiversiteit in een bos. Even verderop is het effect van zo'n stormbos al goed zichtbaar. Dit is inderdaad een nieuwe omgevallen boom. Nou ja, je ziet hier al een soort van kuil die er is ontstaan doordat die wortels omhoog zijn geduwd. Nou, dit kan een hele mooie schuilplek zijn voor bepaalde dieren. En als je even verder loopt, dan zie je hier een boom die er al een tijd ligt. Ja, je ziet hier van alles. Je ziet de paddenstoelen die erop groeien, het mos groeit erop. Als je hier wat schors weghaalt, dan zie je misschien ook allerlei insecten die hierin leven. Dus dit krioelt van het leven en dat is wat we straks gaan zien. Ik denk dat over een paar jaar, misschien 10 jaar, maar in ieder geval al heel snel, een soort van groene lijnen door het bos ziet gaan lopen. En ja, dus dan wordt dit gebied ook weer heel mooi om te zien. Doelman Jorik Pol van Hurry-Up is aan het Nederlands handbalteam toegevoegd voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oekraïne en Kosovo. Het is de eerste keer dat het 20-jarige talent wordt opgeroepen voor de nationale selectie. Hij vervangt samen met Volendam-goalie Rob Goudriaan de geblesseerde Arjan Versteijnen. Bedrijven in de Zuidoosthoek maken zich nog geen grote zorgen om de grenscontroles die in de asielnoodmaatregelenwet worden genoemd. Hoewel ze hopen dat de plannen van tafel gaan, vrezen ze niet voor veel hinder. Nou, we hebben er maar mee te dealen, zegt een transportondernemer in Schoonoord. Terwijl een collega laat weten genoeg plekken te kennen waar niet wordt gecontroleerd. En meester Ivo is een begrip op basisschool De Lindelaar in Westerbork. Maar na 44 jaar en zo'n 1000 leerlingen in de klas gaat hij met pensioen. Robert die was bij zijn afscheid voor Rob Tjak en toen meester Ivo een bijzonder cadeau kreeg.
De tros, het plazoen wat daar ligt, dat is toch fantastisch? Dat is fantastisch. Ja. En dat mijn naam dat mag dragen, dat is natuurlijk dat is helemaal super. Dit is echt een totale verrassing, ja. maar ook een hele mooie verrassing is dit. En voor krokettenkunstenaar Rien Prinsen uit Nieuw-Weerdingen staat het maken van de bijzondere kroketten op een laag pitje. Bij zijn vrouw Edel is Alzheimer geconstateerd. En het inspireerde hem tot het schrijven van het boekje Dat weet je toch wel? Er is gewoon een vraag van een radeloze man. Waarom doe je dit? Wat schept jou het genoegen hierin? Mr. Alzheimer, denk na en ga. Onze dank zal groot zijn. Er was een vraag van mij naar Mr. Alzheimer. En waarom stelt u die vraag? Ja, waarom stelt u die vraag? Omdat hij mijn vrouw afneemt. En daar ben ik dus niet blij mee. Dus dat. En ik weet dat die vraag nutteloos is, maar ja, je doet een poging. Ruim 2 jaar geleden merkte Rien dat zijn vrouw Edel opeens dingen vergat of verward reageerde. En toen op een zeker moment ook, toen dat ik dacht van nu gaat het wel echt fout, dat ik zeg dat de broodjes waren op. Dus kun je even naar achter lopen en een stak broodjes halen. En dan komt ze terug met een pak zout. En ik zei, wat moet ik nou met zout? Ja, kijk ze aan, dat weet ik niet. Nee, ik moet broodjes hebben. Nou, dan ging ze weer weg en dan kwam ze weer terug met een lege emmer. Ja, en dan, ja, dat. En zulke foutjes die stapelden zich op en dat werd van kwaad naar erger. En toen kwam via de dokter naar het ziekenhuis en werden testen gedaan. Ja, toen was het heel groot duidelijk dat het Alzheimer was. Ja, toen schrok ik. Ja. Edel werd overgebracht naar zorgcomplex De Paasberg in Odoorn. Rien bezoekt daar vaak en maakt ook kennis met de anderen die er verblijven. Het werd in principe een beetje, ja, mijn vrienden en vriendinnen, dat ik soms jammer vond dat ik weer weg moest. En ik was blij dat ik er weer naartoe ging. Ik genoot echt van die mensen. Dus ze kregen van mij een knuffel en een aai en een kus. En ik liep met Edel aan de ene hand en met een man aan de andere kant. Liep me door de gang. Ik vond het fantastisch. En als ik dan 's avonds thuis was, dan ga je aan tafel zitten en dan zit je alleen. En dan pak ik mijn iPad en ik begon te schrijven wat ik die dag beleefd had. Opbrengsten van het boekje gaan naar de Paasbergen. Na een donker begin van de morgen kwam de zon er al gauw aan de pas. En we trakteren een prachtige herfstdag. Eentje voor in de folder. En ook een klein beetje de voorbode voor de komende dagen. Vanavond als de zon een deel giet, dat ook de temperatuur een stapje terug. Die zal vannacht uitkomen op een graad of 7. Voor de rest blijft het droog en wisselen wolken en opklaring elkaar af. Nog was vandaag al lekker, maar de temperatuur doet er morgen nog een klein stapje bij en zal uitkomen onder aanvoer van zuidelijke droge wind op een graad of 17. Ook geen mistige condities. Verder hadden wij een mooie afwisseling van wolken en dus wat zon. Ja, en een klein buigje is niet helemaal uitsleutend in het zuidoosten van de provincie. En als dat al valt, dan zal het wezen in de vroege morgen. Ja, en dan weer technisch een paar rustige, kalme dagen. Zaterdag een graad of 17 nog altijd. Een mooie mix van wolken en zon. Zondag dat de temperatuur een klein stapje terug. Met van muddering in de morgen afstal komt. Voor de rest droog. Maandag een geheel droge dag met een graad of 13. Niet zoveel mis met. Tot morgen. Tjö. En dit was Drenthe Nu voor vandaag. Meer nieuws in onze app of op rtvdrenthe.nl. En dan lees je bijvoorbeeld dat de gemeente Emmen met een aannemer ruziet over vochtproblemen in het vroegere Biogroen. Voor nu een fijne avond gewenst en graag tot morgen.